Op 4 mei werden in Tiel de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. De herdenking begon om 6:45 met een samenzijn in de Sint Maartenskerk. Het madrigaalkoor, het Tiels mannenkoor en leerlingen van basisschool De Bataaf en de Rijksscholengemeenschap Lingencollege verleenden hieraan hun medewerking. Na het samenzijn in de kerk startte de stille tocht vanaf de kerk naar de Fusilladeplaats bij de coupure aan de Waalkade en het Joods monument. De stille tocht eindigde bij het oorlogsmonument bij de Sint Maartenskerk, waar 2 minuten stilte in acht werd genomen. Hierna hield burgemeester Hans Beenakker een korte toespraak.